Wat mogen wij van de kerstspecial van 30ers verwachten? Ik denk dat jullie mogen verwachten prachtige beelden. Fins Lapland is prachtig. Er zijn beelden waarvan ik zelf zoiets heb van... Dat is precies stok aangekocht, maar nee, dat is echt, het is echt zo, zo mooi. We gaan een beetje een einde hebben aan ons verhaal. De mensen gaan kunnen zien hoe dat ons vergaan is en een beetje hoe dat eindigt. Ik vind het ook echt feel good. Het is echt wel... En het is echt kerst, hè. We zijn all the way gegaan. Hè. We zijn naar het land van de kerstman gegaan. We hebben ons helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer. Go hard or go home. Dus we zijn er echt wel voor gegaan. Hoe heb je die opnames beleefd? De opnames waren heel intens. We zijn een dikke week in Antwerpen geweest en dan nog een week in Lapland. En ja, we wisten natuurlijk van, ja, dat is de laatste keer dat we samen iets gaan doen. Toch op tv, want vandaag zie ik ze allemaal terug. Maar dan beleefde dat wel intenser en je probeert daarvan te genieten. En je bent natuurlijk op locatie, dus je bent ook heel intens samen, dag en nacht. Dus ik heb er wel van genoten. Niet alleen omdat het op zo'n bijzondere plek was, maar ook met heel bijzondere mensen waar ik de laatste 5 jaar heel close mee heb samengewerkt. En we hebben er vooral ook van genoten.